Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag een gloednieuwe Minecraft video, aflevering 21. Dus vergeet zeker niet te liken, te abonneren, hier beneden, klik op het belletje dat je nooit de video mist. Of vergeet, jongens en meisjes, vandaag zal ik een klein haventje maken en dat zal hier precies zijn. Dus ja, laten we beginnen. Hoe dat ik het wil maken, misschien met een slabs. Slabs gaat denk ik wel het beste zijn. Ja, hieronder staat een crafting table. Ah ja, dit huis moet ik ook nog veranderen in de toekomst. Dus ik moet even naar hier. Bloep, bloep. Ja, dat zou wel lukken. 16. Ik bedoel, ik wil niet te mooi haventje. Maar ja, ik wil het wel ietsje mooier. Dus ja, we gaan het hier doen. We moeten dit... Oh. Oké, ik verknal het nu totaal. Maar we moeten dit aarde, moeten wij hier. Dan hebben we weer stil water. En dan moet ik eigenlijk nog hier een blok plaatsen. Oh. Er net naast. Jammer. Oké, ja. Dit is zoals ik het wil. Dan pakken we even onze slabs. Dan gaan we zo een kleine bruidje maken. Heel voorzichtig. En tot en met hier zal wel lukken. Ja. Voilà. En voilà. En dan denk ik. Zou er. Ja, twee breed. Of. Wacht. Laat me even denken. Misschien kan ik dit doen. Dan mis ik er nog één. Ah, jammer. En ik kan nu niet expres daarvoor een crafting table maken. We kunnen terug naar beneden gaan. Zo'n groot probleem is dat ook weer niet. Naar daar. Naar dit. En het zal net genoeg zijn voor, ik denk, het Hanze gebouw ding. Allee, voor de Hanze haven. Dus voilà. En dan pak ik deze. Oftewel doe het zo. Oh, nee, dat klopt dan niet. Dit. Oftewel doe het zo. Want het wel mooi is. Dan verplaats ik dit met aarde. Bla. En dan pak ik dit. En dan doe ik het zo. Oh. Oh my god, weer er net naast. Oké, zo. En dan doe ik dit weg. En kijken of het al lukt. Ja. Oké, dus dan doen we dit. Dan pakken we de fencen. Of de fence. Dan doen we dit. Oké. En dan misschien de blok. Loop. Dat kan, maar ik denk dat ik de dingen, de haven ietsje zal groter maken. Dan kan ik dit weg doen. Oké. Ik denk dat dat nu wel beter is. Bla, bla, bla. Nou, zo. En dan doe ik tot en met de paal hier. En dan van dit. Ik heb het wel. Het ziet er nogal raar uit. Geen probleem, we kunnen het wel veranderen. Hoe wil ik het? Oh ja. Ik kan ook, ja, met de stairs kan ik het doen. Oké, het was gewoon voor te proberen. Nee, weet je, we kunnen dit wel doen. Als ik dit zo doe. Ik ben best ook het idee aan het maken, want ja, dit was een van mijn ideeën dat ik nog moest doen. Een klein haventje maken. Dus ja, waarom niet? Ja, waarom doe ik het niet gewoon zo? Dat is wel nice, hopelijk. En ja, jongens en meisjes, ik weet dat het nacht wordt.
Maar ik ga dat niet echt per se voor naar mijn bed. Want ik wil heel graag Endermannen killen voor de end. Dus als we daar ooit gaan raken, dan is het echt tof. Dan is gewoon het doel van deze serie wel gedaan. Daarvoor ga ik ook niet de serie direct eindigen als we de end hebben bereikt. Oké, dus hier wil ik er heen. Hier moet ik er hebben. Ja, dat kan ook. Oké, hoe ziet dat er nu uit? Als wij wat fakkels gaan plaatsen. Oké. Niet slecht. Maar ook niet goed. Als we nu dit doen. En dan... Oh, wacht. Klopt het wel? Hebben we er twee hier? Ja, twee hier. Mag die eigenlijk weg? En dan mag... Loep. Maar deze ook, nee. Nee, die moet blijven, want die heeft geen trapje of geen stairs. Opre. Oké, hoe gaan we dit doen? Want ik heb wel een idee, maar dat gaat niet lukken. Want nu moet ik nog meer slabs maken. Oké, we gaan terug naar de crafting table. Oké, 22, dat zal wel lukken. Ik ben even aan het rondkijken of ik geen endermannen zie. Want ik wil die parels. Hey, Spider is net gespawned. Dus oké, hoe gaan we doen? Misschien als we dit weg doen. Als we het toch weg gaan doen. Ik zag daar ook nog een zombie daar. Dus ik wil hier wel planks om dat dan nog te houden. Oké, hoe gaan we het nu doen? Ik had het nodig. De slabs. Oké, nog twee. En dit is niet de laatste. Of wil het zo? Dat kan misschien ook wel lukken. Dat was niet echt de bedoeling. Maar hopelijk kan dat ook lukken. Even kijken. Jawel, dat kan niet lukken. Het kan wel lukken, maar ik vind het niet echt mooi. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Hoe doen we dat? Ja, voilà. Heb je hier zo'n stukje? Is het goed? Of is het slecht? Laat het achter in de reacties, BTW. Oké, ja. That's more like it. Oh, verkeerde plaats. Dan hier en hier. Willen we dat dan ook? Ja, we willen het. Of ik wil het. Dat we dat dan... Of ja, dat ik dat dan hier ook ga veranderen. Anders is het niet meer even, snap je? Daarom... Ja, ik bedoel... Het is niet slecht. En dan moet ik natuurlijk ook wel plaats hebben voor mijn boten. Tot en met hier zal wel lukken.
Oké. Even kijken. Dat kan hier wel nog wat smaller. Mijn cactussen, die ga ik laten staan. Want daarmee wil ik ook nog... Ey, Enderman. Oké, achter. Ik maak dat de Enderman niet achter me staat ineens. Wacht, dit kan ik gebruiken, ja. Ik zie skelet. Waar is die Enderman? Ah nee, een boom boom. Ah nee, nu moet ik maken dat die boom boom niet op mij gaat exploderen. Got him. Waar is die Enderman? Komt gij nog? Kijk, daar zie je ook mijn grot slash petcave. Oké, mijn... wat is dat ineens met mijn stem? Ik zeg, mijn Enderman is weg. Of is dat dat? Nee. Is Fuji weg, gone loose? Even kijken. Klopt dit? Ja. Ja. Niet slecht. De lilypads wil ik wel houden. Want hé, waarom niet? Kan ik nog waarschijnlijk ooit gebruiken. Ik vind wel nog dat dit weg moet, want anders heb ik geen plaats voor een bolt. Misschien kan ik in de volgende video een bolt bouwen. Zou wel tof zijn. Maar hier is er veel plaats. Hier misschien nog een beetje bij doen. Kijk daar een drone. Van een verdronken man. Wat de heck doe je nu ineens? Dacht dat hij op het land ging komen, maar. Oké, we geven rotten fles. Oké, dus. Ik ga hier nog even dirt in. Kozijn in hakken. Ja, nee. Dat is niet echt het goede woord. Of ja. Werkwoord eigenlijk, want hakken is werk. Oké. Genoeg werkwoorden en woorden. Waar ben je, Hans? Ah nee, een weg boom boom creeper. Don't blow up my flipflops. Ah, chips. Ah. Waarom moeten ze altijd het doen wanneer dat ik het zeg? Tuurlijk. Weet je wat een goed idee is, slapen? Doen we Enderman gaan we wel vinden. Hopelijk als het dag is terug is. Ik wil eerst het gat opvullen van de Etcheba. Het is weer een anderhalf jaar wachten vooraleer het weer is gegroeid. Oh my god. Oké, we doen dit. Ah ja, by the way, ja, ik heb dat gezegd van die skelet. Dus hij zit nog in hij zat in het water voordat ik de video wil beginnen. Dus hey, ik heb hem gekild. Oh joh, zelf bijna dag. Ach ja, geen probleem. Dan kunnen we iemand op de Wall of Lego Boy zetten. Hé, hey, want waarom niet? Misschien is de Enderman hier ergens. Ziet er van uit? Nee. Oh my god, ah. Ah. Dikke jumpscare. Oh wow. Oh my god. Oh. Oké. Oké, die skelet heeft me wel. Oké. We kunnen al dat hout weg doen, want we hebben niet meer nodig. Want mijn ding is klaar. En dan kan ik even... demonstratie daar een bot plaatsen straks. Oké, dus de Wall of Lego Boy. Ja, is er nog iets dat ik moet wegdoen? Nope. Oké, ja, behalve dat deur. Maar oké, dat doe ik later wel. Of camera of zo. Oké. De eerste iemand voor op de Wall of Lego Boy. Het enige, als je ook op deze muur wilt even een reactie zetten op de video, kan je er ook op.
Dus de eerste persoon is Jojo Skate Games of zo. Ik ga even je naam nog een keer opzoeken. Oeh, ik heb het bijna juist. Het is Jojo Skate Games LOL. Jojo. Even kijken. Ik denk dat ik nieuwe dingen. Of ja, nieuwe spatie. Of ja, laat maar. Ik weet zelf niet meer hoe dat ik het moet zeggen, maar. Bruh. En ja, jongens en meisjes, jullie zien dit niet, maar ik bedoel, ik schrijf zijn naam dus. En uiteindelijk ga je het wel zien. En dan past de hol er nog op. Yep. Jojo Skate Games, lol. Voilà, Jorik is dan nu ook op de Wall of Lego Boy. Zoals ik zei, het enige wat je moet doen is even een mooie, prachtige reactie zetten op de video. Of gewoon hey, of hallo, of hey, flipflop, of tof, toffe video. Gewoon dat doen, hij kan op de Wall of Lego Boy staan. Dus ja, kom, we gaan met deze. Ik heb niet te veel in deze tunnel gegaan. Dus waarom niet? Hopla, en ik kom hieruit, dus niet zoveel speciaal aan. Maar oké. Ga ik nog snel naar beneden. Ja, naar beneden, naar... ons haventje, plaats ik daar een boot. Want hey, een haven zonder boot is niet compleet. Oké, okay, ja. Even dicht doen. En even de prachtige boot. Ah, ik vind het echt jammer dat ik die Enderman niet meer zie. Ach ja. Next time hopelijk. Boom. Oké, okay, er staat een boot, jongens en meisjes. Hoop ik heb van deze video genoten. Er staat daar nu een boot, dus ey. Een haven met een boot is altijd tof. En dan, jongens en meisjes, als jullie willen dat ik in de volgende video een boot maak, een grotere boot waar ik in kan leven tussen haakjes, laat het achter. Dus jongens en meisjes, dan zie ik al later. Een dikke, vette doei.